En we zijn er weer bijna, jongens. Ik ga nog even bij Warung stoppen. Want ik heb een Warung gevonden waar ze heerlijke botervis verkopen. Gebakken en al. Voor maar 5 SRD per stuk. Dus ik ga eventjes met mijn 20 SRD die ik nog in mijn zak heb, ga ik even 4 stuks kopen. Want mama die lustte ook eentje, zei ze. Ze zegt, neem een lekkere botervis voor me mee. Een gebakken botervisje. Nou, dan krijgt ze er natuurlijk 2. En 2 voor mij. Ik eet ze zo met brood, hè. Vind ik lekker. Ik zet die hele vis op dat brood. En ik eet hem met graten al. Die dingen zijn zo droog gebakken. Volgens mij is het hier, dit is de Warung. Dit is Warung Ria. Het is een hele leuke Warung, kun je ook lekker eten. Dus mensen, als je in Suriname bent, check uit. Als je op de Kwartaweg bent, check uit Ria. Want bij Ria kun je lekkere botervis halen, maar ook lekkere bami. Die bami is ook heerlijk, echt waar. Nou, let's go en dan laat ik het je zien. En daar zijn ze al. 5 mooie botervisjes, gebakken en al. En speciaal voor mij, daar weggelegd, want ik ga ze allemaal kopen. En daar zie je gebakken kip. En nog meer gebakken kip, nasi, satés en allerlei soort lekkerheden. Ik heb er laatst bami gegeten en het was heel erg lekker. Echte, heerlijke Javaanse bami. En dat bij Warung Ria. Bij Ria kun je terecht voor lekkere bami en nasi. Al vanaf 17,50 oplopend naar 25 en 35 SRD. Rijstkip, telo, tri, gado, sauto, sautosoep, etc. Patatvlekken. En ze hebben een restauratie waar je ook lekker kunt eten. En dat is Ria. Hallo Ria. En dat zijn haar medewerkers. Ik heb hier lekker gegeten. Super bedankt hoor. Tot de volgende keer. Doei. Ja, u hoort het goed. Warung Ria. Die vindt u net voorbij Taj Mahal aan de rechterkant van de Kwartaweg. Tot ziens.